Hallo, ik ben Nathalie en ik ben samen met... Hoi, ik ben Johan. En wij werken samen op de afdeling geriatrie. Op onze afdeling is het heel erg afwisselend. Het kan heel sfeervol zijn, maar het kan ook een emotionele rollercoaster zijn. Ja. Het heeft veel te maken ook soms met palliatieve fases. Ja, en zo kom je de ene kamer lachend uit en de andere kamer, dan zal je toch wel moeten inleven in de situatie op dat moment van die kamer, van die patiënt. Die houdt in dat we hier veel kwetsbare ouderen hebben. 75, ja. 70. Rond die leeftijd en ouder natuurlijk. En het zijn vaak meerdere problematieken. Ja. Nou, je hebt hier wel veel te maken met naasten. Ik vraag veel uitleg. Dat gaat soms ook heel gepaard met emoties. En we streven natuurlijk ook op de geriatrie dat ook ouderen vaak weer naar huis kunnen. Maar vaak zien we dat dat niet altijd meer haalbaar is. Dus we hebben ook veel te maken met de transferverpleegkundige. Heel veel met nazorg. Ja. Nou, we lopen nu door de gang van de geriatrie. En een speerpunt van onze afdeling is dan ook dat we een delirunit hebben. Een delir, dat is een toestand van acute verwarring. En dat uitzicht in psychische verschijnselen en gedragsveranderingen. Het is een ruimte voor 4 personen waar patiënten bijvoorbeeld in een laag bed liggen. Of in een posiebed liggen. Sensoren. Het wordt 24/7 gemonitord. Ja. Zowel dag, avond, nacht zit er een verpleegkundige die de patiënten dan goed in de gaten houdt. Om bij ons op de geriatrie te komen werken heb je wel bepaalde skills nodig als verpleegkundige. En dat is 1. Geduld. Heel veel geduld. 2. Empathie. Zeker. Inlevingsvermogen is hier heel belangrijk. Klantvriendelijkheid. Ik heb voor het Franciscus gekozen omdat het hier gewoon heel huiselijk is. Het is kleinschalig. Gemoeilijk. Omdat ik de kwetsbare ouderen heel leuk vind. De dankbaarheid op deze afdeling is heel groot. Ik heb de opleiding HBO gedaan en dat heb ik intern gedaan. Dus ik ben nu 3 jaar werkzaam in het Franciscus. Collegialiteit zat hoog in het vaandel. Zeker. En jij? Nou, bij mij zat het al heel vroeg erin. Ik was vroeger altijd al heel graag bij mijn opa en oma. En daar deed ik altijd kleine klusjes voor. Ik ging logeren. Later is mijn opa ook bij ons in het gezin komen wonen. En tot zijn overlijden. Dus we hebben de verzorging helemaal op ons genomen. Dus daar is het mee begonnen eigenlijk. Wij draaien over het algemeen altijd dag, avond en nachtdiensten. Ja, omdat onze zorg bestaat uit 24 uur. Verder moeten we om het weekend werken. Uiteraard ook de feestdagen, want het gaat gewoon allemaal door. Wij zijn er voor de patiënten. Ja. En zij zijn er ook soms voor ons.